Hoi, ik ben super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben met Leo. Hey! En wij gaan ons lekker opmaken, want zoals jullie kunnen zien hebben we geen make-up op ons gezicht. Nou, we gaan gewoon gelijk beginnen en ondertussen gaan we gewoon lekker kletsen, denk ik. Mm. En we gaan trouwens ook op Leonieder kanaal een mukbang opnemen. Ja. Want we gaan zo lekker mac eten. We gaan allemaal nieuwe dingen vandaag op ons. Ja, super leuk en lekker. Maar wij gaan ons nu opmaken. Ik heb van plan om veel op te doen. Nee, ik denk gewoon een basis make-upje of zo. Oké. Gebruik je primer. Oh, jij gebruikt die primer heel. Ik heb hem laatst opnieuw gekocht. Dat en hij is vroeg zo ik er net nog af, ja. Ik was al mijn dagcreme aan het opdoen. En toen, laatst in een video, ik keek Noorder video. En die had het over embryolyst. Ja, oh. Dat was echt mee dat nog gebruikt. Ja, maar toen die op was, heb ik het gewoon nooit meer gebruikt. En dacht, waarom niet? Want het is echt de beste crème ooit. Ja, vind je het heel fijn weer? Want ik twijfel er dus ook over. Maar ik heb al zoveel fijne dagcreme. Ja, dat is wel waar. Ja, echt al mijn foundations zijn op, dus ik heb er echt drie mee, zodat ik een beetje kan mixen. Maar jij gebruikt meestal rimmel dus? Ja, voor foundation wel. Ik weet voor niet, zou ik foundation ook doen? Andere dingen gebruik ik echt bijna nooit rimmel. Nou, ik heb deze volgens mij ook door jou toen een keer gekocht, want deze heb ik echt al heel lang. Ja. Yeah. Zo, maar nee, ik ben op een gegeven moment ben ik super veel Catrice gaan gebruiken. Maar ik heb dus wel met die foundation dat het een hele roze ondertoon heeft en ik ben eigenlijk een beetje geel. Ja, dat vind ik soms ook, maar naarmate de dag dan vormt die foundation best wel mooi aan mijn gezicht, zeg maar. En dan klopt die kleur wel. Ja, want als ik die aanbreng, dan heb ik dat ook wel. Dus dat ik dan denk van, wat is dit voor kleur? Ja. Ik meng die embryolyse met twee kleuren foundation. Oh. In de hoop dat het een beetje mijn kleur wordt. Ja, ik heb dus twee van die foundation kleuren gewoon gemengd. Ik heb ook echt wel lang geen McFlurry meer gegeten. Ik dus had het ook echt wel een paar jaar niet gegeten, volgens mij. Een paar jaar? Ja, bij jou is het minder lang. Nee, ik denk een maand of zo. Ja, dat is ook echt lang. Voor mij is dat lang. Voorheen had ik dat echt heel veel. Ik eet gewoon sowieso niet zoveel, zeg maar. Toetjes of zo. Of ijsje. Ik heb altijd nog wel ruimte voor een toetje. Ja, dat is bij de meeste mensen, volgens mij. Mm-hmm. Is jouw huid ook altijd beter in de zomer? Ja. Ja. Maar wel, ik wil dan zeg maar, al ben ik bruin, dan doe ik meestal ook gewoon geen foundation en zo op, hoor. Nee, ik meestal ook niet. Maar ik heb nu zoiets van, nee, maar nu schijnt de zon ook niet. En ik ben nog niet bruin, dus het moet allebei nog komen. Maar ik vind wel, dan krijg ik zo sproetjes en dan gaan al die andere onzuiverheden zo weg. Dat heb ik ook. Ik heb nu ook al wat sproetjes, maar niet heel veel. Ja, ik zag het. Nou, in die zin was niet zo gesloten. Oh! Maar bij jullie was het toch ook heet? Ja, ik viel gewoon flauw bijna. Ja, maar bij ons dus ook bijna iedereen. Ik werd op een gegeven moment helemaal licht in mijn hoofd. Ja, dat was echt verschrikkelijk. En toen vroeg ik, wil iemand eten of drinken halen? Ik denk dat het daar, omdat het uit de wind was, echt wel 35 graden was gewoon. Ja, dat hadden wij ook wel. Ja, ja echt, ik zag jouw Instagram foto's, toen dacht ik... Echt zo'n mooie foto's. Ik dacht, hoe heb je dat overleefd? Ja, niet. Ik heb ook echt bijna de hele tijd gezeten op een awakening. Dus dat was echt niet normaal. Ja. Ik heb ook gewoon bijna geen alcohol gedronken. En wat ik dronk, dat was gewoon, dat merkte ik niet, want ik zweette toch wel. Ja. Maar mijn make-up zat echt... Iedereen vroeg aan mij van, hoe blijft jouw make-up zo goed zitten? En ik dacht echt zo van, weet ik niet. Maar... Het zat gewoon nog echt goed, maar ik blijf gewoon van mijn gezicht af. Ja. Heel veel mensen gaan dan vegen of zo en dan denk ik echt niet doen. Ja. Dat is echt... Ik heb dat als het heel heet is, dan zit ik ook wel aan mijn gezicht. Nou, ik denk maar niet. Maar wat had je dan? Had je goede primer en setting spray of zo gebruikt? Nou, niet eens. Maar ik weet gewoon hoe ik zeg maar die producten moet gebruiken. En ik had best wel heel erg afgepoederd. Ja. En aan het begin ziet dat er natuurlijk heel erg, ja, heel poederig uit. Maar ik weet dat naarmate de dag dat het gewoon door mijn eigen zweet een beetje gevormd wordt. En dat het gewoon goed zit, weet je wel. Oh, iedereen zag er ook echt zo bezweet uit. Het was echt, ik voelde me ook gewoon echt vies. Ik heb gewoon bijna de hele tijd gezeten buiten. En de hele tijd met mijn waaier zo. Nou, ik heb twee optredens gezien. Dat we binnenkwamen en dat we muntjes gingen aan en zo. Toen was Jong Felix. Zo, ik dacht dat hij 17 was toen ik hem zag. En toen ging ik het daarna opzoeken. Hij is 27. 17? Hij is echt zo super klein. Jong Felix, hij gaat met die Vidia, hè? Ik kijk haar video. Wie is Vidia? Zo'n iemand van YouTube. En ze heeft een hele schattige hond, een corgi. Nee, geen idee. Maar dat in het begin, zeg maar, had jij dat ook, dat je begon met YouTube, dat je dacht dat je wel een beetje iedereen van YouTube Nederland gewoon, dat je ervan af wist. Ja, maar nu is dat echt En nu zijn het zoveel mensen. Ja, maar dat is echt niet. Ja, misschien is het heel veel. Maar zijn het wel heel lang. Misschien is het heel leuk, maar ik heb het nooit van gehoord. Ja. Echt. Maar nu ook heel veel kleinere kanalen en zo. Ja, maar ook heel veel grote kanalen waar ik gewoon geen idee heb wie het zijn. Ja, echt hoor. Ik heb dat ook heel vaak als ik naar een event ga of zo. Ja, maar dat is sowieso. Dat ik gewoon niemand. Maar weet je wat ik wel irritant vind? Al die tv-mensen die worden ook allemaal
YouTube. Dat zei jij. De vorige keer volgens mij. Irriteert mij zo erg. Ja, ik kijk geen tv, dus ik weet niet. Ik vind dat zij dan echt een beetje misbruik maken van het feit dat ze bekend zijn. Ja, het enige wat ik zeg maar keek, dat was Temptation Island. Mm-hmm. Maar daar zeggen mensen dan ook al van ja, ik heb het wel als opstapje gezien of zo. Ja. Dus ze dat zeggen het dan wel. Ja. Ik vind dat niet eerlijk. Maar ja, ze zetten zichzelf dan wel als een bepaald persoon neer in zo'n programma, toch? Ja, weet je, het werkt wel, want je krijgt wel in één keer vet veel volgers. Ja. En als je een YouTube-kanaal begint, waarschijnlijk ook wel. Maar dat zei die Thomas. Oh, oeps, ik haal dit zo meteen maar weg. Welke Thomas? Er ligt allemaal poeder op de tafel. Oh joh, dat doe ik waar gaat. Die Thomas uit. Cox. Oh, wat heb je voor poeder? Van Babor. Wow. Dit is echt de beste poeder ooit. Echt een coole verpakking. Thomas Cox. Die doet nu toch mee met die Vips? Ja. Maar hij zei zelf ook, ja, ik doe het ook gewoon om een beetje meer bekend te worden, weet je wel. Wanneer begint het, deze Vips? Dat is al begonnen. Oh. Daarom zei ik het ook. Ik heb geen Videoland. Oh, ja, is het leuk? Moet ik het aanmaken? Oeh. Ja, het is toch niet zo duur. Het is volgens mij 8 euro of zo. Nee, en daarna kan je toch weer opzetten. Je zit er nergens aan vast. Ja. Lijkt net een. Jij zit nergens aan vast. Ik speel het met een ding. Je zit nergens aan vast. Ja. Neem het. Maar ik weet ook echt niet wat ik moet horen eigenlijk. Ik had dat dus laatst dat ik dacht. Mocht in één keer YouTube niet bestaan en de hele mediawereld niet meer. Ja, dat zou echt raar zijn. Wat doet iedereen dan? Sommigen hebben niet eens een diploma, hè? Ja, ik moet ook nog even afstuderen. Maar... ja, maar jij hebt wel gewoon een HAVO-diploma. Ja. Dat hebben heel veel niet, hoor. Weet je wat ik toen bedacht wat ik dan zou gaan doen? Nou? Dan zou ik wel gewoon in een beauty salon willen werken. Ja, ik ook. Gewoon maskertjes aanbrengen van die facials en... Ik heb ook zelfs nog me aangemeld of een intake gehad voor schoonheidsspecialist, hè? Ja? Dat wilde ik voor Media College doen. Ja, want je had natuurlijk... Maar hoe kwam jij bij apotheker? Ja, geen idee. Ik was 15 toen ik mijn diploma haalde, hè? Ja, maar ik weet ik veel wat ik dan moet doen. Ik heb nog nooit iemand zeg maar, over die opleiding gehoord, dus nee. Ik dacht ook... Okay. Maar heel veel mensen vinden het heel leuk, maar ik weet niet. Ik was nog zo jong en ik wist gewoon echt niet wat ik wilde. Maar je was ook best wel snel gestopt, toch? Ja, na een half jaar al. Maar toen moest ik op die school moest ik zeg maar zo'n walk of veel. Noem je dat? Ik ook hoor, dat boeien. Even zo. Maak zo wat door op mijn hoofd. Wat wilde ik nou vertellen? Op die, op die school moest ik zo'n dat ik ging ondervinden wat ik wel leuk vond. Oh. Dat ik allemaal naar bedrijven en toe. En zo toen je al wist dat je ging stoppen of dat je gestopt was. Ja. Dat ik gestopt was. Oh. Want ik was natuurlijk 15 en ik was leerplichtig. Omdat ik ook nog geen 18 was en ik had. Ja, dan natuurlijk. Na VMBO moet je eigenlijk doorstuderen totdat je 18 bent. Of dat je weer een opleiding hebt afgerond. Ja. Ja, ik kon gewoon naar mijn HAVO in principe stoppen. Want toen was ik volgens mij 17 of 18. Maar ik dacht echt niet, wat moet ik dan met mijn leven doorstuderen? Ik weet niet of het verschil, want ik deed wel VMBO T zeg maar. Dus dat is bijna HAVO dan. Ja, dat is hoogste. Ja, maar wat is dan zo groot het verschil dat ik dan wel eenmaal nog leerplichtig ben en dan helemaal een mbo moet halen? En... Ik weet niet waar ze dat op ik vind dat soms zo oneerlijk. Ik weet wat ik al moet doen. Was dat er niet? Gezondheid. Dankjewel. Deze poeder heb ik toen ook. Hé, je bent er nu ook aan het gebruiken. Ja, hij zegt top. Etelse. Maar hij heeft een andere verpakking, maar ik vind hem wel anders hoor, dat product. Wat voor vorige gebruik jij? Deze heb ik een keer opgestuurd gekregen van een kijker. Echt? Ja. Hè, dat lijkt op mijn wenkbrauwkwast. Huh? Kijk. Ja, hij is van Boosty Shop. Ja, mijn ook. Oeh, match. Ik heb dus deze week heb ik deze binnengekregen. En dit zijn make-up kwasten van Morphe. Echt mooi. Ik zag het al in je vloggie. Maar ze zijn echt goed, man. Want ik dacht dat ik slecht was in oogschaduw. Ik draag ook nooit meer oogschaduw. Maar nu kan ik het ineens omdat ik deze kwasten heb. Echt mooi. Ja, echt blij mee. Maar ik had het besteld doordat ik dus dat... Jeffy Star palet had besteld. Maar die is nog steeds niet binnen. Ja, die heeft een moeklang. Ja. Alles voor een palet. En daar heb je hoeveel geld aan uitgegeven? Veel te veel. Voor een oogschaduwpalet. Nou, ik zou dat geld echt niet neerleggen. Ik ga nu een nieuw product gebruiken. Oeh. Deze. En waarschijnlijk stelt hij niet scherp. Dit is van Babor. Dit is een thermal spray. Maar het is dus gewoon iets met water of zo. Maar het ruikt heel fris of zo. En ik ga het gewoon gebruiken om... gezicht mee te zetten, zeg maar. Ja, ik zag het net staan. Toen zei ik, oeh, wat is dat? Maar ruik je dit? Ja, oh lekker. Maar het ruikt toch niet naar water? Het ruikt heel fris. Het ruikt heel lekker. Maar ik ga dit sowieso ook meenemen op vakantie. En dan kan je zo tussendoor gewoon op je gezicht spuiten ofzo. Ja, dat is vet lekker. Hoe lang ga je? 8 dagen. En je eerste vakantie met Ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Ik denk wel dat het gaat lukken. We zijn natuurlijk wel naar Antwerpen al geweest. Maar dat was maar
drie nachtjes. Ik vind het zo grappig, omdat jij altijd Wes zegt. Ja? Zeg ik ook Wes. Want dan vind ik het heel raar om Wesley te zeggen. Ja. Ik denk dat hij met een andere vriendin. Ja. Die zou altijd Finn. Maar als je dan Vincent zegt, dan is dat zo... Dan klopt het niet. Nee. Ja. Maar ik heb dat wel met Patrick. Ja, ik zou niet zeggen Pat. Oh ja. Patrick. Maar ik zeg dat volgens mij ook in mijn vlogs, Patrick. Ja, ja. Dan tegen hem zeg ik gewoon Pat. Ping. Pat. Pat. Oké. Ga jij ook open? Ja, je doet nu... Oh nee, je winkje. Hoeveelste Get Ready With Us zou dit zijn van ons? Want dat was de eerste keer dat wij gingen filmen, was het ook, toch? Ja. Was het toen die keer dat ik zo... Dat wij die foto hadden? Ja, ja. Dat was in december of zo. Dat weet ik nog wel. Dit is de foto die wij hebben gemaakt. Nee, maar die is best wel mooi. Nee. Oprecht. Nee, maar dat is de foto die wij als eerste hebben gemaakt toen we voor het eerst gingen filmen samen. Ja, want wij hadden het er dus laatst over. Ja. De eerste keer dat wij elkaar zagen, ging ik gewoon naar jou toe. Gewoon naar je huis. Ik ging gewoon filmen. Terwijl nu zou ik het helemaal niet zo snel doen nee. Of zo. We hadden elkaar onbedoeld een keer gezien. Op de kermis. Dat was ook heel raar. Ja. Ja. Heel raar. Ik heb een wattenstapel nodig zo. Ik ga even weg. Oké. Ik wacht wel even, want anders loop ik straks voor en dan ben ik al klaar en jij niet. Oh my god, maar ik heb de hele gang geblokkeerd. Ja, ik wilde eruit nog steeds het Catrice. Ja, het is echt erg. Ik gebruik echt al jarenlang dezelfde producten. Deze gebruik ik ook al heel lang. Deze mascara. Ik heb ook dat ik steeds weer terug ga naar dingen zoals deze. Oh, die kan ik echt niet meer aanzien, denk ik, als ik die opdoe. Hoezo? Ik heb die toen echt zo lang gebruikt dat mijn wimpers het gewoon niet meer pakten ofzo. Oh, oké. Mag ik hem eens zien? Ja. Deze heb ik ook echt heel lang gebruikt. Door jou toe, volgens mij. Maar ja, het is wel een hele andere verpakking nu, hè? Vind je? Volgens mij niet hoor. Of een andere opdruk. Weet niet. Maar gebruik jij nog een andere gezichtscreme of alleen dan Embryolisse? Ja, een van Philosophy of zo. Oh, die gele, die gebruik ik altijd voordat ik ga slapen. Ja. En soms nog iets eronder, een serum of zo. Ja. Maar meestal als ik mijn make-up ga doen, dan meng ik of mijn foundation met de dagcreme. Want ik breng het eigenlijk nooit zo op mijn gezicht aan. Dan blijft mijn foundation niet zo mooi zitten. Oké. Dat lijkt me echt leuk om een keer... Jij hebt dat wel eens gehad, toch? Gewoon in de visagie gezeten. Ja, klopt. Dat lijkt me echt leuk. Maar daar gebruikten ze deze ook echt heel veel, hè? Ja. Echt heel veel. Maar het lijkt me echt chill om een keer opgemaakt te worden. Ja, het is wel chill, maar als je weet hoe je het zelf het mooiste hebt, zeg maar. Ja. En iemand anders die doet het dan op zijn manier, dan is het soms best wel moeilijk. Dan denk ik echt van... Niet doen. Niet doen. Maar ja, zij weet het natuurlijk wel het best, maar... Omdat je dat bij jezelf niet gewend bent, is dat soms zo raar om te zien. Zou jij nog modellenwerk willen doen? Nee, denk ik niet. Misschien wat meer commerciële dingetjes of zo. Ja. Zoals dat voor Ethos of zo. Ja, dat vond ik echt leuk dat je in alle vrienden... Maar niet echt... Nee. Ook een bruikje achter. Ik vond het wel leuk voor even, maar... Toen woonde ik nog in Amsterdam, toen ging naar Ethos, toen dacht ik... Hi. Toen hing ik daar... Ja, het was ook zo raar. Toen liep ik gewoon in Amsterdam en elke Ethos waar ik liep, zag ik gewoon mijn hoofd hangen. Dat was zo apart. Waren er nog mensen die zeg maar in de winkel dan dachten? Nee, want ik maakte een foto van mezelf en toen was ik mezelf zo aan het filmen en toen zei je van die foto maken. En toen zei ik echt zo, ja maar ik ben het zelf. Het was echt zo raar, maar ja. En toen zei ze zeker toen niks. Toen zei ze niks, nee. Te druk bezig met haar eigen dingen. Ja, ik wil eigenlijk ook voor de zomer, of nou ja, als ik op vakantie ga, dan wil ik eigenlijk voor mijn wenkbrauwen wel iets anders, want poeder blijft met zwemmen en zo. Niet echt zitten. Wow, wat is dat? Ja, ze zeggen dat het een highlighter is, maar het is ook leuk. Oh, af en toe ruikt hier een zuurkool. Dat komt van buiten, sorry. Ik ruik het niet hoor. Zuurkool? Ja, dat zijn die van die zuurkoolvelden. Oh, echt vies. Die gebruikt je. Oh nee. Hè? Wat? Nee, dit is hem wel of niet? Jawel. Wat? Die Jessie Mai ook gebruikt. Ja, ik had deze gekocht en toen later zag ik die vlog. Dat ze er echt 26 op zo. Holy shit. Hoe lang zou je daarmee doen? Ja. Welke kant van jouw gezicht lukt altijd beter? Heb jij dan weet eigenlijk? Ik niet. Of lukt het gewoon allebei goed? Nee, ik heb wel altijd met mijn wenkbrauw dat er eentje mooier is, maar volgens mij wisselt dat een beetje. Weet ik veel. Ah! Huh? Hoe kan dat nou? Ik deed zo en dan ging het zo. Ik heb hier nog wat. Moet jij nog veel doen? Want dan ga ik oogschaduw doen. Doe maar oogschaduw hoor. Oké. Ik moet alleen nog mijn wimpers eigenlijk. Maar ik ook. We gaan tegelijk. Maar je hebt toch nog geen oogschaduw? Nee. Oké. Oh, hij is wel. Oh, dat is echt mijn perfecte kleur denk ik. Niet mooi. Wil je ook oogschaduw op? Ja hoor.
Wat vind je ervan om andere mensen op te maken? Ik vind dat dus echt doodeng. Oh, ik vind het echt heel moeilijk. Ja. Ik heb dat wel één keer bij Juul volgens mij gedaan. Maar je zit er natuurlijk ook anders voor. Dit gaat zeg maar zo en dan moet je zo. Ja, dat is raar. Goed wel. Wij zitten echt in onze eigen wereld. Dat is leuk. Ik stond laatst in de Sascha en dan heb je toch die klantgegevens, weet je wel. Dus ik zeg, ja, ik sta volgens mij al in het systeem, want ik sta spaar op punten of zo, weet ik veel. Dus ik zou mijn naam invoeren. Nee, ik kon hem niet vinden. Mijn e-mail kon hij ook niet vinden. Toen schreeuwde hij eens door de winkel. Oh, ik heb het gevonden. Beauty by as me. Stil. Schaamde me dood. Dat was echt heel erg. Ik dacht echt, oh, waarom heb ik dat op die naam gezet? Maar ja, dat was wel grappig. Echt beauty by as me. Heel hip. Heel origineel. Iedereen heeft de beauty by. Ik dacht ook dat ik de eerste was met alle bout. En toen ging er ook iedereen zo. Ja, maar hè, dat zou je altijd wel zien. Maar er waren vast ook wel mensen voor mij. Ah joh. Heel veel mensen zijn gewoon naar hun eigen naam gegaan. Nu ik nog steeds. Ja. Maar ik heb nog wel, als mensen aan me vragen, ja, wat is dan jouw kanaal? Dan zeg ik All About Leonie. En dan vind ik het wel heel erg klinken. Zo van, alles gaat over mij. Ja, zo ook wel. Maar ik dacht gewoon, toen ik zeg maar die kanaalnaam bedacht, dacht ik gewoon van, ik weet niet precies wat voor video's ik ga maken. Dus gewoon alles wat ik leuk vind. Ja. Dus, nou, ik had toen wel echt mijn focus op make-up en zo. Echt heel erg. Maar nu echt bijna niet meer. Nou ja, nu toevallig. Ja. Dat is echt stom. Ik zeg altijd, als ik tegen jou en mee wil zeggen, zeg ik eens mee. En die namen lijken big. Echt zo. Maar ik zag dat haar camera helemaal stuk was, dat haar scherm er letterlijk af lag. Maar ik snap echt niet hoe dat kan. Want Monica die zegt ook altijd, ja, mijn camera is weer kapot. Maar ik weet niet wat zij er allemaal mee doet hoor. Ik weet het ook niet. Ik ben er zo voorzichtig mee. Ja, maar heel veel mensen zijn gewoon door heel veel vlogcamera's heen gegaan. Ja. Ik heb letterlijk nu mijn tweede en mijn eerste was nog niet. Ja, hij had wel een paar dingen die niet meer goed gingen, maar hij was nog niet echt helemaal stuk, zeg maar. Nee, hij had nog wel gekund, zeg maar. Maar toen zei hij mee dat er nog een nieuwe versie aankomt. Toen dacht ik, oeh. Echt? Oh, ga je die dan ook kopen? Nee. Je hebt die net een nieuwe. Ik ben hartstikke blij mee. Dat is altijd zo. Mag ik ook een beetje schijnen op deze plek? Natuurlijk. Oh, deze is echt vet schattig. Ja. Kijk hoe klein. Oké, ik wil deze. Oh, hij is wel heel glitterig. Ja. Even deze. Wow, hij is echt mega gepigmenteerd. Ik weet niet wat mijn leukste video's zijn trouwens om op te nemen. Ja. Ik denk Karma Pins. Ja. Ik heb dat maar één keer gedaan met jou toen. Nu gaan we het nog een keer doen. Ja, soms in een vlog dan ga ik wel wat eten of zo. Ik vond het zo grappig dat je die... Ik wil die ook gebruiken. Dat je die... Oh ja, die popcorn kick of zo. Dat je die nog een keer popcorn chicken. Die was echt lekker. Ik had hem nu wel groter besteld. Ja, toen dacht ik, goed zo. Ja, was echt lekker. Dat was echt. Maar ik kom nooit bij een KFC, KFC. Zeg jij KFC? Weet ik niet. Ik weet niet wat het is. Ik durf geen foto te maken. Gewoon om mij zeggen. Toen ging ik laatst een pakketje ophalen bij zo'n pakketpunt. En toen zei ze binnenlands of buitenlands. Ik weet niet, het is ASOS. Want het is... Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar die pakketjes komen volgens mij gewoon uit Nederland. Naked ook. Echt? Ja. En toen ging het over ezels, ASOS. Ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Maar toen zei ik, zeg dus ASOS. ASOS. Ja, ik ook. En toen ik Primark. Ja, sommige mensen, die snappen het niet helemaal. Ja, ik heb geen idee. Maar ik weet het ook niet. Oh nee. Ik ben echt lekker bezig vandaag, zeg je. Ik had dat gisteren, dat ik ging niezen toen ik mijn mascara had gedaan. Maar kijk, oké, je kan je mascara weghalen. Maar dan heb je meteen zo'n gat in je concealer. Ja, nu ook. Nou, op zich valt nu al mee eigenlijk. Ik heb echt zin in die kaasvlees. Ik wil die nieuwe burger halen, maar misschien vega dan. Dat is met kip. Nou, Jules en ik die gingen laatst ook McDonald's eten. Maar toen had Jules zo'n vega burger besteld. En toen zeiden mensen in de comments van ja, dat is niet een vega burger. Ja, er stond niet zo'n sticker op. Op het doosje. Ja, maar het proefde niet echt naar kip. Het was wel lekker, maar. En de vorm van de kip zeiden mensen ook en zo? Nee, dat is wel raar. Jules vindt dat niet heel erg. Hoe lang is zij vegetariër? Ik denk nu 2,5 jaar of zo, of 2 jaar. Best wel lang. Ja, goed. Ja. Maar als ze dan per ongeluk iets eet, weet je, dat is geen ramp. Sommige mensen die vinden dat dan heel erg, maar ik heb dat niet zo. Maar heeft ze heel soms dat ze denkt, fuck, dit is kip net is dat ze dat gaat eten? Of nee. Wanneer is ze, zeg maar, waarom mensen? Nou, ze doet die opleiding Food Commerce Technology, dus dan weet ze gewoon dat het gewoon heel erg slecht is. En ze heeft zo'n documentaire gekeken, weet je wel. Ja, toen had ik het ook door.
Nadat ik conspiracy had gezien, toen ging ik echt weinig vlees eten. Ja, maar wij eten thuis sowieso echt weinig vlees. Ook al toen Jo niet vegetarisch was, toen aten we sowieso niet veel vlees. Ja. En nu sowieso wel aangepast en ook best wel veel vis. En zo. Ja, ze eet wel vis dan. Ja. Maar ja, vaak ook gewoon vegetarisch inderdaad. Maar ik vind het niet heel erg hoor. Nee, maar het is ook zo. Je hebt gewoon van die mensen die zijn echt gewend om elke avond vlees te eten. Ja. En dan hebben ze echt zoiets van vleesvervangers en zo. Maar ik moet zeggen, er zijn ook wel vieze vleesvervangers hoor. Maar er zijn ook hele lekkere. Ja, want ik heb wel één keer kipstukjes gegeten in de nasi. En toen dacht ik echt, wat is dit? Het leek wel karton of zo. Oh. Ja, maar vegetarische slagers zijn meestal wel goed. En die hebben ook. Ja, maar het is wel echt duur hoor. Ja, het is wel echt duurder inderdaad. Dus als je echt vegetarisch wil worden, moet je er echt rekening mee houden. Als je dan op jezelf gaat wonen, zodat het gewoon echt duur is. Ja, of dan moet je gewoon gerechten maken zoals een risotto. En dan doe je er helemaal geen kip of vleesvervanger of wat dan ook. Risotto is ook wel lekker. Ja. Oh, die heb ik ook echt veel gebruikt. Sinds dat event, ik vond vaseline nooit fijn. Kijk hoe een deuk erin zit. Wow, je hebt echt veel gebruikt. Ik heb hem gewoon bij mijn bed staan. En elke keer als ik ga slapen, doe ik lippenbalsem, zeg maar. Ik doe rosebud salve. Hoe noem je dat? Die deo die wij toen zo lekker vonden bij dat event, oh, heb ik nu net besteld. Dus die staat daar. Die awake? Awakening. Ja. Ja. Awakening. Ah! Zon! Nou, wij zijn helemaal opgemaakt. We hopen dat jullie deze video leuk vonden. Check ook zeker Leonie haar video, want we gaan zo lekker met McDonald's eten. Dus linkje staat in de beschrijving. Laat ook nog even een leuke comment achter en doe nog even een duimpje omhoog. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!